de 56 Henry. De 56 Henry. Roep op, post Shalmira. Shalmira, over. Hier post Shalmira. Alles goed, nee? Over. Ja, uitstekend. Ik heb zojuist penicilline gedropt op post Chandia. Hoefde er niet te landen. Zijn er verder nog boodschappen binnengekomen, over? Ja, post Makuma wilde graag weten hoeveel dragers er op het landingsterrein nodig zijn voor de vracht. Over. Aan twee dragers heb ik meer dan genoeg. Verder nog nieuws, over. Nee, dat is te zeggen, ik heb zojuist bericht ontvangen dat er twee nieuwe zendelingen uit Amerika op komst zijn om onze posten te versterken. Over. Dat is goed nieuws, Marge. Die kunnen we gebruiken. Ik vlieg nu eerst naar Makuma en roep je weer op als ik vandaar vertrokken ben. Over en sluit er maar. Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het eerste deel, wel en wee rondom een zendingspost in Ecuador. Onzinnig wat je gaat doen, Piet. Onzinnig, moeder? Ja, natuurlijk. Je hebt je dokter al letter en wijsbegeerd op zak. Iedereen is ervan overtuigd dat je aanstelling tot professor aan de universiteit een kwestie van maanden is. Er wacht jou een prachtige carrière en dat alles gooi je weg voor een... Nou ja, zeg nou maar gerust, voor een avontuur. Treden we niet een beetje in herhalingen, moeder? Ik heb u toch al verschillende keren uitgelegd wat mijn drijfveren zijn. Ach, wat nou drijfveren? Voor een goede predikant zijn hier in Amerika toch arbeidsvelden te over, als je dan per se geen professor wil worden. De kerken in Amerika zijn goed bezet, moeder. Ze hebben de schriften, Mozes en de profeten en nog veel meer. Maar ik kan het nu helemaal niet verdragen dat op een afstand van nauwelijks één dag vliegen van hier mensen wonen die in absolute afzondering leven en nog nooit bij benadering iets gehoord hebben over het evangelie. Ach, wat een onzin. In deze tijd van radio en televisie is het toch niet meer vol te houden te praten over mensen die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest. Die mensen, als ze er al zijn, keren zich dan moedwillig af. Zulke mensen heb je in Amerika ook. En voor die dwarskijkers, nou je hele carrière op het spel te zetten, nou ja, dat is toch waanzin. En vertel me daarom ergens in gewone woorden waar je precies naartoe gaat en wat je daar denkt aan te treffen. Goed. Ik ben al in mijn studententijd in aanraking gekomen met een zendingsgenootschap dat zich in hoofdzaak bepaalt tot zending onder de Indianen in de staat Ecuador. Ecuador ligt in Zuid-Amerika aan de... Aan de Ecuador. De naam zegt het al. Precies, de evenaar wilde ik zeggen. En deze staat bestaat voor meer dan 80% uit oerwoud. Ja, bijna ondoordringbaar oerwoud. En in dat oerwoud wonen verschillende indianenstammen die nog... Ja, dat kun je gerust wel zo stellen. Die nog nagenoeg in het stenen tijdperk leeft. Nou, de zending is goed georganiseerd. Er is van het zendingsgenootschap uit een eigen luchtverbinding tussen de verschillende posten. En de resultaten kun je zonder meer bemoedigend noemen. Maar er is inderdaad een maar. Er bevindt zich namelijk in het operatiegebied van dat zendingsgenootschap een indianenstam die zich al eeuwenlang zeer bewust afkeert van alles wat van buitenaf komt. En in het bijzonder wat van de blanke afkomstig is. Dat zal dan wel een historische oorzaak hebben, vrees ik. Natuurlijk. Eerst hebben de Spanjaarden in de 16e eeuw aan alle Indiaanse beschaving een einde gemaakt. En in onze tijd hebben de rubberjagers daar nog eens een schepje bovenop gedaan. In onze tijd, zeg je? Nou ja, in elk geval in uw tijd. Omstreeks de eeuwwisseling moet daar ontzettend zijn huis gehouden. De wouden werden afgestroopt en de Indiaanse nederzettingen werden geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. De blanken spraken toen van lagere rassen die buiten de wet stonden. En ze schoten letterlijk alles en alles wat bewoog. Zo kort geleden nog? Tot in 1925, vader. Dus nog jaren nadat u al geboren was. Kunt u zich voorstellen dat de huidige indianenstammen argwanend zijn tegenover alles wat de blanken ondernemen? Nou, alsjeblieft. Ja, gelukkig is daar een kentering in gekomen de laatste jaren. En met de meeste indianenstammen is een
redelijk tot goed contact tot stand gekomen. Maar juist, ja. Vader. Alweer een maar. Er is één stam, de Auka's. Die verzetten zich nog steeds tegen elke bemoeienis of inmenging van de blank. Ze leven in onze begrip als wilde. Maar het is een intelligent en trots volk. Dat hebben bijvoorbeeld de grote oliemaatschappijen ondervonden. Die hebben gewoon hun onderzoekingen in het Auka-gebied moeten staken... omdat er geen verweer mogelijk was tegen de onverwachte aanvallen van de Auka's. En juist die Auka's, wil jij trachten te benaderen? Ik niet alleen, vader. We gaan met ons tweeën. Op het schip ontmoet ik nog een aankomende zendeling... die zich wil inzetten voor de zending onder de Indianen in Ecuador. Jim Elliot. We hebben al schriftelijk en telefonisch contact gehad. Ik ben benieuwd hoe hij eruit ziet. Waren dat je ouders die op de kade afscheid van je namen? Ja. Aanvankelijk wilde mijn moeder niet mee om me naar de boot te brengen. Hoezo? Ze zag nogal tegen mijn avontuur op, zoals ze dat noemde. Maar ik geloof wel dat ze er nu van overtuigd is dat het geen zucht naar romantiek en avontuur is dat ik nu op deze boot zit. Zucht naar romantiek zou ik onze expeditie niet willen noemen, maar avontuur. Met dat woord zou ik me best kunnen verenigen. Hoe bedoel je dat, Jim? Het is toch een heerlijk avontuur? Ja, in de letterlijke betekenis van het woord een goddelijk avontuur... om aan medemensen, mensen van onze tijd... die desondanks in het stenen tijdperk leven... en waarvan we weten dat hun leven is vervuld van haat, moord en liefdeloosheid... om die mensen het woord van de Heer te brengen... en zijn boodschap van liefde en vrede voor alle mensen. Weet je dat ik hier als kind van gedroomd heb, Piet? En nou zit ik op zee en ben op weg naar Ecuador. Bij mij is een kinderdroom werkelijkheid geworden... Al hield ik het als kind niet voor mogelijk dat er op de wereld nog totaal wilde en van alle beschaving verstoken mensen bestonden. De meeste mensen kijken je nog vreemd aan als je ze vertelt over de omstandigheden waarin indianenstammen in Zuid-Amerika moeten leven. Zelfs mijn moeder had sterke twijfels. In deze tijd van radio en televisie, hoe kan dat nou? Ja, dat heb ik ook nog regelmatig gehoord. Maar nou, wat ik op de zendingsschool geleerd en gezien heb, is de werkelijkheid in de oerwouden van Zuid-Amerika vreder. En voor de mensen die daar wonen, uitzichtlozer dan wij ons kunnen voorstellen. En dan wonen we notabene in hetzelfde werelddeel. Ben jij na de middelbare school direct naar de zendingsopleiding gegaan? Wel, nee. Dan zou ik toch al veel eerder klaar geweest zijn. Nee, ik ben eerst nog op de middelbaar technische school van Benson geweest. En heb dan ook mijn examen gehaald. Ze hadden me graag wat langer gehouden, want ik was nogal goed in sport. Vooral boksport. Wat vertel je me nou? Heb jij serieus gebokst? Oh ja, heel serieus. Maar... ik bokste alleen ter wille van de kracht en de spierbeheersing. Toen al stond mijn besluit vast om zendeling te worden. En ik dacht dat het wel geen kwaad zou kunnen als je als zendeling in het oerwoud over wat extra kracht en behendigheid zou kunnen beschikken. Die Jim Elliot, de beste bokser onder de zendelingen. En de beste zendeling onder de boksers, zou je zeggen. Maar dat is nog zeer de vraag, weet je dat? Ik heb in mijn boksperiode veel mensenkennis opgedaan. Tussen haakjes ook veel zelfkennis, want je moet heel wat kunnen incasseren. Maar... ik heb er ook veel vrienden voor het leven gemaakt. Misschien overdreef ik soms de zaak een beetje, maar een goede lichamelijke training is het zeker geweest. We gaan dus eerst naar zendingspost Chandia om onder de Quichi-Indianen te werken. Heb jij enig idee wat voor omstandigheden we daar aantreffen? Ik heb wel een idee, maar ik geef je op een briefje dat mijn voorstelling van zaken met de werkelijkheid wel niet helemaal overeen zal komen. Maar het is in elk geval geweldig dat we een soort eigen vliegdienst hebben tussen de zendingsposten onderling. Ik geloof dat we nauwelijks een half uur vliegen van de centrale zendingspost af liggen. Dus erg geïsoleerd zijn we nooit. Heb jij die zendingsvlieger wel eens ontmoet? Die Nate Saint, bedoel je? Hij heeft bij ons wel eens een paar lezingen gehouden, maar die heb ik juist gemist. Ik heb veel over hem gehoord. Hij is oorlogsvlieger geweest en zet zich nu helemaal in voor de zending onder de Indianen. Het moet een geweldig vakman zijn. Hij probeert steeds verbeteringen aan te brengen aan de transportmogelijkheden en zo. Kijk eens, Jim. Daar in zee. Huh? Alle mensen. Haaien. Geen kleintjes ook. Hallo, post Shalmira. Post Shalmira, hier 56 Henry, over. Hallo, hier Shalmira. Is er iets aan de hand? Over. Ja, de motor heeft kure marge. Ik ben op 10 minuten van post Makuma, maar ik ben bang dat ik het niet haal. Over. Wat ben je van plan te doen, Nate? Over.
Er moet hier in de buurt een verlaten ontginning van de Shell zijn. Die kan ik misschien op tijd opsporen. Daar hadden ze destijds een vliegveld. Zoek jij intussen contact met Post Pacoma en laat ze meeluisteren, over? Natuurlijk, Nate. Ik gebruik daarvoor de reservezender. Wij blijven in elk geval in contact. Hallo, hier Post Shelmera. Post Shelmera, roepen dringend op Post Pacoma, over. Hier Post Pacoma, hier Post Pacoma. Wat is er aan de hand, Marge, over? Nate is op weg naar jullie toe, maar hij heeft moeilijkheden in de lucht. Luister alsjeblieft mee, over. Hallo, Marge. Hallo, Marge. Ik heb het oude vliegveld ontdekt. Ik ga proberen in glijvlucht te landen. Over. Wat is je positie, Nate? Over. Ik ben hooguit 5 minuten vliegen van Makuma af. Daar kennen zij deze Shell-nederzetting wel. Ik moet nu gaan landen, maar het oerwoud heeft het vliegveld danig overwoekerd. Ik schier nu over de boomtoppen. Ik ga nu landen. Nate. Hoe is het dan met je? Alsjeblieft, Nate, geef antwoord. Geef antwoord. Nate, alsjeblieft. Oh, Nate, alsjeblieft. Geef toch antwoord. Nou vergeet ik over te schakelen. Nate, hoe is het nu? Over. Het is goed met me afgelopen. Maak je mij geen zorgen. Ik heb alleen een buil op mijn hoofd en door de schok is mijn koptelefoon losgeraakt. En daarom kon ik je niet meteen antwoorden. Maar... ons mooie vliegtuigje is zwaar beschadigd, dat zie ik zo wel. Over. Nou, daar komen we nog wel overheen. Godezijdank, leef je nog. Ik heb Post Makuma op tijd kunnen bereiken en die hebben meegeluisterd. Ze zijn dus op de hoogte. Misschien kun je het beste nu rechtstreeks met hun in verbinding stellen. Over. Ja, dat zal ik doen. Maak je maar geen zorgen hoor, Marge. Alles is verder in orde. Hier de Henry 56, de Henry 56, althans wat er van overgebleven is. Roep op, Post Makuma, over. Wij zijn van alles op de hoogte, Nate, en we weten precies waar je je bevindt. Precies waar je je bevindt. Maken al voorbereidselen om je op te komen halen. Is het vliegtuig erg beschadigd, over? Nou, het landingsgestel is behoorlijk in de poeien. En mijn propeller is versplinterd. Ook de vleugels hebben een behoorlijke klap gehad, maar in hoeverre ze onherstelbaar zijn, dat kan ik nou nog niet bekijken. Over. Maar hoe is het met de romp? Hoe is het met de romp, Nate? Over. De romp is praktisch onbeschadigd en ook het roer functioneert nog normaal. Ja, wat de oorzaak van de motorstoring is geweest, daar heb ik nog geen idee van, maar dat ga ik nu eerst eens op mijn gemak onderzoeken. Over. Ik zou zeggen, dat laatste heeft nog wel even de tijd, Nate. We zijn blij te horen dat de romp nog heel is. Dan zit je daar de komende nacht tenminste veilig. Wij gaan over een kwartier op pad en denken je morgen in de loop van de middag te bereiken. Over. Mooi zo. Ik heb altijd noodproviant aan boord. En ik zal zorgen dat de koffie warm is als jullie hier arriveren. Over en sluiten maar. Waar zou moeten zijn, Piet? Ik heb geen idee. Het is midden op de dag, maar in het hele gebouw is geen mens te bekennen. Dat is één geluk. Je ziet tenminste airconditioning. Ja. Het is buiten voor mij nauwelijks uit te houden. Hoe hoog schat jij de temperatuur hier? De temperatuur kan in Quito wel tot boven de 40 graden stijgen. Ja, dat wil je. We zitten hier vlak onder de evenaar. Ja. Goeiedag. Zoeken de heren iemand? Ja. Mijn naam is Jim Elliot en dit is mijn vriend en collega Piet Fleming. Ja. Wij zijn op zoek naar dokter Titmark. U komt wel op een ongelegen tijd. Het is nu siesta, het warmste ogenblik van de dag. En dan legt iedereen zich hier in Quito ter ruste. Daar houdt hier praktisch iedereen zich aan. En u dan? Ik ben een van de weinige Europeanen hier... en die willen de vaste regel van de siesta nog wel eens verbreken. Tussen twee haakjes. Mijn naam is Titmark. Ik zou zeggen, komt u mee naar mijn kamer. Daar is het volgens de maatstaven in Ecuador heerlijk koel. Waarom bent u niet op Post Chandia gebleven, dokter Titmark? Ja, de belangrijkste reden was mijn vrouw.
Zij kon de tropische hitte absoluut niet verdragen en kwijnde ziender ogen weg. Maar ook ik kreeg het toch moeilijk. Je moet jong en erg sterk zijn om het werk in de oerwouden van Ecuador aan te kunnen. Eerst ging mijn vrouw naar Amerika terug en op last van de zendingsarts moet ik haar nu volgen. Ik ben eerst nog enige maanden met vakantie geweest. Maar ik ben u erg blij en dankbaar dat ik jullie in Chandia mag inwerken. U weet toch dat Post Chandia voor ons niet het einddoel is, dokter Titmark? Ik weet er alles van, jonge vriend. En ik kan jullie hunkering begrijpen om zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de stam van de Auka's. Maar een grondige voorbereiding is natuurlijk een eerste vereiste en jullie is daarom voorlopig Post Chandia aangewezen, omdat het sociale leven van de Quichua-Indianen en vooral ook hun taal verwant zijn met die van de Auka's. Alleen zijn de Quichua's allerminst moordzuchtig. Of de Auka's dat in wezen wel zijn, dat staat voor mij nog niet vast. Ze staan alleen niemand toe in hun gebied door te dringen, maar dat is iets anders dan moordzuchtig zijn. Ja. Dat is niet helemaal waar, want er bereiken ons ook berichten van slachtingen tussen de Auka's onderling. Oh ja? Maar hoe het ook zij, eerst gaan jullie de nodige ervaring opdoen onder de Quichua's, waarbij vooral de taalstudie erg belangrijk zal zijn. Wanneer vertrekken we naar Chandia? Overmorgen. Dan gaan we eerst met de bus naar Post Shell Mera. Tot zover kan de bus nog komen, maar dan houden de wegen op. En stappen wij over op het vliegtuigje van Neet Sint? Nee. Ik heb nog geen gelegenheid gehad jullie dat te vertellen, maar het vliegtuig van het zendingsgenootschap is voorlopig buiten dienst. En het is zelfs nog de vraag of het ooit weer geschikt kan worden gemaakt. Wat vertelt u ons nou? Ja. Neet Sint heeft vorige week op weg naar Post Makuma een motorstoring gehad. En heeft midden in de jungle een noodlanding moeten maken. Wat erg. Hoe is Neet eraf gekomen? Oh, Neet zelf zonder kleerscheuren. Maar het vliegtuigje moet zwaar beschadigd zijn. En de grote moeilijkheid is om vervangingsmateriaal door het oerwoud heen te krijgen. Als ik het goed begrepen heb, moet er zelfs een hele vleugel naartoe. Die zou dan in kleine stukjes, als van een Meccano-doos, naar het vliegtuig toegebracht moeten worden. Tja. Maar hoe dan ook, er gaan zeker maanden overheen voor we op de zendingsposten weer kunnen beschikken over verbindingen door de lucht. Nou, dat is een tegenvaller. Ja. En geen kleintje ook. Want dat betekent onder meer dat wij te voet van Post Chelmera naar Chandia moeten. Precies. En ik verzeker jullie, dat wordt nog een hele onderneming. Nou. Hoe lang is de afstand van Chelmera naar Chandia? Die schat ik op ruim 50 kilometer. Ja, dat wordt dan mooi onze oerwoud doop, Piet. Zeg dat wel. Kilometers waar we vandaag afgelegd hebben, dacht je, Jim? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar het wil toch niet geweest zijn. Nee. Ik denk gemiddeld zo'n 2,5, 3 kilometer per uur, dus een kilometer of 20. Hoe voel je je? Oh, als ik de blaren aan mijn voeten en mijn handen eventjes vergeten. Ook niet denk aan die 3000 insectenbeten die ik vast al opgelopen heb, dan voel ik me uitstekend. Ja? Die insecten vind ik ook het ergste. Daar hebben we in de tent gelukkig geen last van. Ik begrijp overigens niet waarom die dokter Titmark is afgekeurd. Wat kan die man sjouwen? Nou, als je het mij vraagt, is hij nog zo fris als een hondje. Zo, de dragers zijn nu ook behoorlijk ondergebracht. En hoe staat het met de koffie? Het water raakt al bijna aan de kook. Mooi zo. Een padvinderstochtje door het oerwoud is leuk, maar zonder koffie 's avonds vind ik er geen aardigheid aan. Noemt u dit een padvinderstochtje? Jazeker, want alles werkt erg mee. De lucht is vrij droog, waardoor het onder de bomen niet zo vochtig is. En waardoor je ook weinig last hebt van insecten.
Noemt u dit weinig last hebben van insecten? Nou. Oh ja, je moet het dus meemaken als het pas geregend heeft. Dan kun je niet spreken van miljoenen, maar van biljoenen insecten. Nou, dat zal dan wel een prachtig gezicht zijn. Oh ja, zeker. Vooral 's nachts. Dan kun je soms bij het licht van de vuurvliegjes een krant lezen. Maar waarom lachen jullie nou? Omdat u zo enthousiast kunt praten. Ja, u praat over een padvinderstochtje en u bent nog zo fris als wat, maar... Nou, wij willen heus niet ontkennen dat dit een ware vuurvliegjesdoop voor ons is geweest. Nou, we voelen ons tenminste behoorlijk geradbraakt. Hebben jullie eigenlijk enig idee hoe ver we opgeschoten zijn? Nou, Jim dacht een kleine 20 kilometer. Vergeet dat maar. Hooguit 10 kilometer. Als je me nou... Het duurt wel 5 dagen voor we in Chandia zijn. Nee, nee. Laat ik jullie geruststellen. Morgenavond bereiken we Chandia. Hoe kan dat dan? Kijk, we zijn hier vlakbij een kleine zijrivier van Rio Napo. Dan gaan we stroomafwaarts met geïmproviseerde boten. En dan zullen jullie eens zien hoe gauw of dat gaat. Nou, dat vind ik een prettig vooruitzicht. Jij, Piet? Nou, het klinkt in elk geval hoopvol, maar ik heb wel geleerd het optimisme van de dokter. Ziet Chitu, gezicht. Chitu, gezicht. Boetu. Handen. Boetu, handen. Hallo, hier Post Chamira. Post Chamira, we roepen op Post Chandia. De radio doet het, Jim. Waar is dokter Titmark nou? Doe me niet zo zenuwachtig. Ik kan er wel niet tot 10 tellen, maar ik weet wel met de radio om te gaan. Hallo, hier Post Chamira. Post Chandia graag, over. Hier Post Chandia, over. Dokter Titmark, over. Nee, Mart, je spreekt met Jim Elliot. Dokter Titmark kan ik op het ogenblik niet bereiken, over. Hoe is het weer bij jullie? Over. Het is hier doodstil en erg drukkend. Je hoort het oerwoud haast helemaal niet. Wat zeg je, Piet? Dat het in het oerwoud bijna onheilspellend stil is. Oh, Mars, Piet Fleming heeft zojuist geconstateerd dat het in het oerwoud erg stil is. Over. Dat kan kloppen. Er is noodweeropkomst. De bui is vlak langs ons heen gegaan, maar volgens de weerkundige dienst gaat hij recht naar het noorden... en dan komt hij pal over jullie heen. Over. Wat moeten we daartegen doen, Mars? Over. Mogelijk zien op te sporen als ik jullie was. Over. Dat doen we, Mars. Erg bedankt. Over en sluiten maar. Zeg, Piet, heb je het gehoord? Ja, ja, maar waar moeten we mee beginnen om vast te zetten? Mensen, we krijgen noodweer. De Indianen hebben me gewaarschuwd. Ik had zojuist radiocontact met Mars Saint. Zij waarschuwden ons ook al. Ja, vooruit. Alle beschikbare krachten optrommelen. Alles zoveel mogelijk vastjongen. En alles wat los zit, naar midden. Kiputarito! Thank you.